Het is kerst, ik ben vrolijk. Ik ga vandaag de Christmas tag opnemen. Of de All I Want for Christmas, of de I Love Christmas tag, of de Christmas tag. Hoe je het ook maar wilt zien. Ik was getagd door Liedewij van Zo Liedewij. En dat vond ik ontzettend leuk. Dus ik dacht, ik neem hem snel op. En deze komt dus online met kerst. Ik heb een beetje twee tags met elkaar gecombineerd. Want ik vond de ene wat saai en de ander wat uitgebreid. Dus de All I Want for Christmas tag komt van Liedewij. En de I Love Christmas of de Christmas tag die komt van Suzanne van My Paper Blank. En ik ga al die vragen beantwoorden. Ik heb er zin in, want het is een hele vrolijke, gezellige en leuke tag. Met hier en daar beelden van mijn kerstboom en wat liedjes. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. De eerste vraag. Wat is je favoriete kerstliedje en wat is mijn meest verschrikkelijke? Ik heb geen meest verschrikkelijke, want kerst is geweldig. En alle verschrikkelijke liedjes, zoals van Wham bijvoorbeeld, vind ik geweldig. En het leukste vind ik, we hebben ook echt een Christmas playlist thuis. De leukste vind ik toch wel van Driving Home for Christmas van Chris Rea. En Last Christmas van Wham. Dat is echt een favoriet. Mariah Carey, hoe kan ik die nou niet leuk vinden? En Michael Bublé vind ik ook heel erg leuk met de Pimpin Sisters. Of Pupini Sisters, sorry. En nou, Santa Claus is Coming to Town. Ik vind ze allemaal geweldig. Ik hou er echt heel erg van. Dus ik heb helemaal geen verschrikkelijke kerstliedjes. Ik vind ze allemaal leuk. Wanneer zet ik de kerstboom op? Nou, in alle eerlijkheid, hij stond bij mij al op 1 december. Ik vind december, ik heb helemaal niets met Sinterklaas. Dus voor mij is december echt het start zijn voor de kerstboom, voor de kerstliedjes, voor de kaarsjes. En dat vind ik heerlijk en daar kan ik enorm van genieten. Mijn man denkt daar helaas ook wel wat anders over. Die vond toch echt dat het pas het weekend na Sinterklaas mocht komen. Ik heb scheid aan dat soort regels en na lang lief kijken zei hij van, ah, doe maar. En ik kan zo gelukkig worden van zo'n boom, dus waarom dan ook niet? Toch? Even kijken. Dan gaan we over naar de andere vraag van de tag. Christmas gift. Wat zou ik nou echt het allerliefst willen voor kerst? Dit jaar doen wij geen cadeautjes met kerst. We hebben elkaar wel de Call of Duty, de nieuwste Call of Duty gegeven voor de Xbox. Hilarisch. Dat vind ik zelf echt enorm leuk. Maar wat ik echt de Christmas gift, wat ik zelf echt altijd heel erg leuk vind om te krijgen en om te geven, is toch eigenlijk altijd wel een hele mooie verpakte parfumfles. Als je lekker naar de Douglas gaat en daar een prachtig setje uitzoekt en dat heel erg mooi laat inpakken, dat vind ik echt, ja, daar kan ik wel. En hele mooie make-up paletten, zoals eentje van Dior of van Chanel of de Naked 3 die natuurlijk uit is gekomen. Daar kan ik ook wel mijn hart aan verkopen. Maar weet je, het maakt me ook allemaal niet uit. Dit jaar doen wij dus ook niet aan cadeautjes en dat vind ik ook prima. Ik maak me allemaal niet uit, maar in het algemeen gesproken vind ik parfum. Dat vind ik toch altijd wel een heel mooi cadeau om te geven. Het staat ook zo mooi onder de kerstboom. Even kijken. Christmas look. Dus wat ga ik nou aandoen met kerst? Dat vind ik best wel een beetje lastig. Ik neem dit op echt 2 dagen voor kerst en ik weet het eigenlijk gewoon nog steeds niet. Ik denk, de ene dag zitten we bij mijn schoonouders en de andere dag zitten we bij mijn ouders. En ik denk dat ik aan allebei de gevallen een jurkje aan ga doen. Ik ga in het ene geval lekker grof gebreid, strak wel wit jurkje aandoen. Met de bruine panty en bruine laarzen met hakken. En in het andere geval denk ik een zwart jurkje met een roze blazer en zwarte laarzen. Ik denk dat ik dat aan ga doen. Ik vind het altijd wel een beetje lastig wat ik aan ga doen. Maar ik vind altijd een jurkje wel heel erg leuk. Ik vind de spijkerbroek is ook allemaal prima. Of een nette broek. Maar dit is toch ook wel de tijd dat je een beetje op kan doffen. En ik vind het dan wel leuk om mijn basis dan een beetje simpel te houden. Dus of de ogen niet en de lippen wel. Of de ogen wel en de lippen niet. Dus in de afgelopen video's heb je mij een aantal keren wel best wel opgedirkt kunnen zien met make-up. En ik denk dat ik een van die looks ga doen. Deze niet. Vind ik zelf een beetje too much. En de ogen en de lippen. Want ja, dat hoeft van mij dan niet zo. Maar voor een video vind ik dat wel heel erg leuk. Maar ik denk toch dat ik voor de lippen ga. Even kijken.
Christmas hair. Ik denk dat ik de ene dag, dat kon je zien in een van mijn laatste video's. De ene dag doe ik heel erg strak de krullen erin met de pearl wand. Dan heb ik echt zo'n bos krullen. En dan de volgende dag, dan doe ik mijn haar niet wassen, maar dan laat ik het zoals het is. En dan zijn ze uitgezakt. En dan zitten ze hier heel erg mooi. Volgens mij is dat mijn favoriete video die dat had. Video van gisteren, dacht ik. Dat vind ik zelf heel erg mooi. Dus de eerste dag heel strak en de tweede dag heel los. Even kijken. Inside or outside? Nou, als het had gesneeuwd, dan was ik als een malle naar buiten gaan. Sneeuwpop maken, op een sleetje rijden. Ik vind het allemaal geweldig en hilarisch. Alleen omdat er geen sneeuw is, de afgelopen jaren wel, maar dit keer niet. Omdat er geen sneeuw is, dan blijf ik lekker binnen. Ik hou niet van de regen en van die knijterharde wind. Het moet gewoon lekker droog zijn en lekker sneeuwen. En anders ben ik gewoon binnen. Klaar als dat. En daar heb ik ook heel erg zin in. Wanneer is kerst nou voor mij perfect? Ik hou er niet zo van dat alles ook maar, het moet perfect en het eten moet perfect en iedereen moet maar gezellig doen en iedereen moet ook maar dit en moeten. Daar heb ik echt een verschrikkelijke hekel aan. Als je het gezellig hebt met elkaar, als er wat te eten is wat je allemaal lekker vindt en je bent bij mensen van wie je houdt of die je leuk vindt, dan is het al snel prima. Zolang ik ook bij Boris ben en het mij voornamen dat ik in ieder geval een dag bij mijn familie ben, die zie ik niet heel erg vaak, dan vind ik dat al heel erg belangrijk. En hetzelfde geldt voor Boris, die wil ook bij mij zijn en die wil ook een dag bij zijn familie zijn. Nou, dan combineren we het op deze manier. Hartstikke prima. Christmas Days. Nou, dat had ik natuurlijk al gezegd. Kerstavond vier ik met Boris. Dat is onze samen onze eigen dag. Dan gaan we gourmetten. En eerste kerstdag ga ik naar mijn schoonouders. En tweede kerstdag ga ik naar mijn ouders. Of althans, we gaan naar mijn broer. Maar wel met het hele gezin gaan we naar mijn broer toe. En daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik vind het altijd heel erg gezellig. Als dat moeten wegvalt, dan vind ik het altijd heel erg leuk. Ja, en de Christmas tree. Die heb ik ook. En die heb ik dus al heel erg lang. Maar dat had ik al gezegd. En daar hebben we natuurlijk ook wel even een leuk screenshot van. En wat heb ik nou voor ballen erin hangen? Ik heb als basis gewoon aardetinten, beige en bruin. En dan heb ik als chic element goud, met als kleurelement paars. En dat had ik vorig jaar ook en dat vind ik zelf enorm mooi. En ik denk dat ik voor volgend jaar heel erg lekker jaren 90 ga doen. Prachtige rode ballen met zilver. Echt heel jaren 90, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dat waren de vragen van de I Love Christmas, Christmas Tag, All I Want for Christmas, noem het maar op. Dit was de tag. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil jullie in ieder geval een hele fijne paar dagen wensen. Geniet ervan. Wees lief voor elkaar. En als je elkaar zappen en loopt dan weg. Weet je, soms werkt het gewoon niet. En moeten is moeten en moeten is helemaal niet leuk. Probeer er wat leuks van te maken, maar doe vooral je eigen ding. Of dat nou met familie is of vrienden of met jezelf of met je kinderen. Ik hoop in ieder geval dat je hele leuke dagen hebt. Tot de volgende keer. Doeg!